Hallo! Wauw! Wauw. Wauw, wat fantastisch om jullie hier allemaal te zien. Ongelooflijk. Dat ben ik blij om, dat je ook blij bent om mij te zien. Op een avond als deze, denk ik terug en ik zie... Nou, dit is puur toeval. Peter van Dorenmalen. Dag. Op een avond als deze denk ik terug aan al die keren dat ik op huiskamerbezoek was. Dat doe ik sinds ik Kamerlid ben en dat waren altijd hele fijne avonden. Iets kleiner dan hier. En een van de eerste die ik had, de tweede om precies te zijn, was in de huiskamer van Peter van Dorenmalen in Den Bosch. En het ging over allerlei onderwerpen. En een van de onderwerpen waar we over spraken was de zorg en de grote veranderingen die daar op dat moment op stapel stonden. Veel van die zorg die werd van de Rijksoverheid naar gemeente gebracht. En wat ik me altijd van dat gesprek en van die vele gesprekken op onthouden is hoe mensen daar zich zorgen maakten over wat die veranderingen betekenden voor mensen die zorg nodig hebben. Wat het betekent voor die mensen die plotseling onzeker worden of ze nog wel worden verzorgd volgend jaar. En ik had niet alleen gesprekken bij GroenLinks is thuis. De afgelopen jaren heb ik ook gebruikt om te spreken met mensen die misschien iets minder GroenLinks angehaucht zijn dan jullie. Met mensen die eigenlijk geneigd zijn om op de PVV te stemmen. En het waren prachtige gesprekken. Het begint meestal met vluchtelingen, moslims, migranten. Maar heel snel gaat dat gesprek over hele andere zaken. Dan gaat het over hoe ze zich zorgen maken dat ze hun zorgrekening niet meer kunnen betalen. Of dat hun ouders in een verzorgingstehuis wonen waar ze niet de zorg krijgen die ze verdienen. Dan gaat het gesprek over hun kinderen die nog steeds thuis wonen omdat ze geen woning kunnen vinden en op een wachtlijst staan. Iemand is zijn telefoon vergeten uit te zetten. En daarna, als je ze vraagt, denk je nou werkelijk dat het sluiten van grenzen jouw problemen oplost? Nee. Denk je nou dat moslims bannen jouw problemen oplost? Nee. En dan heb je het begin van een gesprek. En in mijn tocht door het land heb ik altijd twee dingen gezien. Allereerst de noodzaak dat het anders moet. Maar op de tweede plaats ook het optimisme dat het anders kan. Bij GroenLinks'ers, maar ook bij mensen die veel rechtser stemmen. En daarom ben ik zo trots dat we hier vanavond met zoveel mensen bij elkaar zijn. Want wij laten zien dat verandering kan. Nieuw idealisme, nieuwe hoop, daar staan wij voor. Maar het komt niet alleen van mij en het komt niet alleen van GroenLinks. Het komt van mensen, van bekende mensen soms. Het komt van meester Bart, die zich dag in dag uitzet voor zijn studenten op het mbo. Het komt van Johnny de Mol, die zich al 2 jaar lang belangeloos inzet voor vluchtelingen op Lesbos. Die ervoor zorgt dat ze huisvesting hebben, eten. Dat ze aandacht krijgen, dat er ons wordt gegeven. Het komt ook van mensen als Jiggy J, die hier net echt de tent op zijn kop heeft gezet, volgens mij. Die samen met zijn vrienden ervoor zorgt dat mensen niet gaan stemmen op basis van haat of uit angst, maar vanwege hoop. Een stem tegen angst. Maar laten we nooit vergeten, want dit zijn de mensen die we zien. Laten we nooit vergeten dat achter deze bekende mensen zoveel anderen staan. Want achter meester Bart staan 10.000 docenten in het onderwijs die dag in dag uit proberen hun leerlingen alle kansen van de wereld te geven. En achter Jiggy J staan zoveel jongeren die voor de allereerste keer gaan stemmen op 15 maart. En die zich niet laten leiden door angst. En achter Johnny de Mol staan letterlijk duizenden mensen die vluchtelingen helpen. Met eten, met kleding, met onderdak, met aandacht. En eigenlijk staan wij allemaal achter Johnny. Omdat we allemaal meeleven met mensen die hebben moeten vluchten voor oorlog en geweld. En vooral omdat we meeleven met kinderen die in ellende hun toekomst moeten beginnen.
En achter onze beweging van empathie staan miljoenen mensen die mantelzorg verlenen. Staan al die mensen die in energiecorporaties proberen zo snel mogelijk de omschakeling naar duurzame energie mogelijk te maken. Er staan al die... staan al die vrijwilligers die als schuldhulpmaatje proberen mensen uit de ellende te helpen. Die mensen proberen te helpen die hun eigen situatie niet meer kunnen overzien. En er staan ook al die oude mensen. Al die mensen die ouderen proberen te helpen. Met het invullen van belastingformulieren. Of het aanvragen van een persoonsgebonden budget. Of gewoon die even koffie gaan drinken. Omdat die ene mevrouw er nu alleen voor staat. En daarom... daarom is onze beweging een beweging van empathie. Van meeleven met elkaar. Van gemeenschapszin. En de campagne is in volle gang. En Den Haag is deze dagen het hoofdtoneel. Maar het script voor verandering wordt geschreven in de samenleving. Het script voor verandering wordt niet geschreven door politici, maar door jullie. Door meester Bart, door Donnie, door Jiggy Day, door ons allemaal. Er zijn vanavond ook een aantal journalisten aanwezig. En er wordt veel over onze campagne geschreven en gezegd. En het gaat dan regelmatig over mijn das. Zit die recht of niet? Knoop je vast, knoop je open. Het gaat over mijn leeftijd. En of hoe hoog de mouwen nou precies zijn opgerold. Maar dat is nog niet bij benadering de kern van onze campagne. De kern van onze campagne... De kern van deze campagne, dat zijn jullie. Jullie zijn de beweging die ons land nodig heeft. En iedereen hier kan het verschil maken. En dat doen jullie. Door hier massaal te zijn. Dat doen jullie door ervoor te zorgen dat onze Facebook-posts massaal worden gedeeld. Dat doen jullie door langs de deuren te gaan. Het gesprek aan te gaan met mensen die twijfelen. Of die misschien wel niet willen gaan stemmen. En het optimisme en de hoop die ik tegenkom is hartverwarmend. Vandaag hier in Amsterdam met velen, maar ook in de gesprekken die ik heb met onze campaigners. En die allemaal hun eigen verhaal hebben en hun eigen motivatie om met deze campagne mee te doen. Laura is een van die vrijwilligers. Laura die zit tussen twee banen in en die heeft ervoor gekozen om in onze campagne mee te doen. En toen ik haar vroeg, waarom doe je dat nou eigenlijk? Toen kwam er een prachtig verhaal over hoe zij zag dat de wereld verandert. Dat ze zich zorgen maakt dat in het Verenigd Koninkrijk ervoor heeft gekozen om uit de Europese Unie te stappen. Dat zij, net als velen, het niet kan voorstellen dat iemand als Donald Trump president van de Verenigde Staten kan worden. En vooral dat we dat niet willen dat hetzelfde gebeurt in Nederland. Zij is betrokken bij deze campagne. Omdat het niet alleen gaat dit jaar over verkiezingen in Nederland... maar verkiezingen in heel Europa. Ja, het begint in Nederland, maar straks ook in Duitsland en in Frankrijk. En in Nederland moeten wij laten zien dat we het populisme kunnen stoppen... en dat er een alternatief is en dat alternatief wij zijn. En mijn hoop put ik ook uit Johan en Anneke. Op zaterdag... voordat onze campaigners de straat opgaan, ontvangen zij ze met koekjes en koffie. En als ze dan terugkomen, soms is het wel eens koud, verkleumd, dan staat de soep klaar. Dan worden de verhalen gedeeld. Ik krijg ook hoop van mijn medewerkers, mijn lieve medewerkers, die veel te hard moeten werken. Zo hard zelfs, dat ze af en toe een dutje doen in mijn kamer, op mijn bank, om overeind te kunnen blijven. En ik ben ontzettend dankbaar... voor Philip en Tim. Onze speciale gasten uit België. Maar bovenal ben ik trots en blij dat ik mag samenwerken met zoveel bijzondere jongeren hier achter de schermen. De mensen die een meetup als deze mogelijk maken. Ze zijn soms net klaar met hun studie.
Soms hebben ze hem net onderbroken. Maar dag in, dag uit, levend op pizza's en cola, zijn zij degene die deze beweging vormgeven. Op Facebook, met nieuwe apps, met de mooiste filmpjes, de nieuwe ideeën. En daarom Leon, Marloes, Arthur, Bas, Benjamin, Bianca, Carla, Eva, Guido, Ismael, Jonas, Zoe en al die anderen. Jullie laten zien dat de echte verandering dichterbij is dan ooit. Jullie laten zien dat we samen kunnen kiezen voor duurzame groei in plaats van hoge winsten op de korte termijn. Jullie zijn het die laten zien dat we samen kunnen kiezen voor menselijke zorg. Dat we samen kunnen kiezen voor beter onderwijs en minder ongelijkheid. En ik hoop dat jullie je beseffen allemaal dat deze campagne uniek is. En wat de uitslag volgende week ook is, dat jullie nu al geschiedenis schrijven. Vandaag is het 6 dagen tot de verkiezingen. Niet dat ik er echt mee bezig ben, maar we tellen af. Nog 1 week. Misschien wel de belangrijkste dagen uit ons politieke leven. En er is een groeiende beweging die genoeg heeft van haat, van angst en van egoïsme. En we horen rechtse partijen praten over Sinterklaas, kerstbomen, het Wilhelmus, zeg maar de prioriteit. We horen ze over de islam. We horen ze over muren bouwen en grenzen sluiten. En we horen ze over normaal doen. Maar ze leiden ons af van de echte problemen. Want we horen ze niet over de ongelijkheid die toeneemt. En we horen ze niet over de onzekerheid van mensen die steeds opnieuw een flexcontract krijgen. En we horen ze niet over klimaatverandering. En laat me dat voor haar herhalen. We horen ze niet over klimaatverandering. We horen ze niet. We horen ze niet over klimaatverandering. We horen ze niet over, en dat is niet normaal. En weet je wat nog meer niet normaal is, Mark? Dat is het openhouden van kolencentrales, terwijl we weten hoe vervuilend ze zijn en onze lucht vergiftigen. En wat niet normaal is, is dat als in één van de meest welvarende landen van de wereld mensen niet naar een dokter durven, omdat ze de rekening niet kunnen betalen. En het is niet normaal dat ons onderwijs is verworden tot een soort van fabriek waar niet docenten de baas zijn, maar toetsen. Mark, dit is niet normaal. Laten we beseffen, alsjeblieft, laten we beseffen met elkaar dat hoe verschillend mensen ook zijn, de tragiek is dat we uiteindelijk ons allemaal zorgen maken over de toekomst. Ik heb het deze campagne al vaak gezegd en ik blijf deze mensen herhalen tot 15 maart en lang daarna. Want een moslimmoeder uit Rotterdam maakt zich niet minder zorgen dan een bouwvakkenvader uit Venlo. En mijn onderwijzeres uit Roosendaal niet minder dan een hoogleraar hier in Amsterdam. En een werknemer met een flexcontract niet minder dan een goed betaalde consultant die aan de slag is als ZZP'er. We moeten ons beseffen dat we bij elkaar horen. We zoeken allemaal naar een betere toekomst. Eigenlijk zijn we allemaal gelukzoekers. En we mogen ons niet uit elkaar laten spelen door politici die ons willen verdelen. En in plaats van elkaar de schuld te geven van de problemen in dit land, hebben we een gezamenlijke agenda nodig die verbindt. We moeten ons verenigen. We moeten ons verenigen in de strijd tegen het economisme. Het geloof dat het in het leven alleen maar draait om meer groei, meer markt en minder overheid.
Want het heeft meer kapot gemaakt dan ons lief is. Onze samenleving is de afgelopen jaren gereduceerd tot de markt. Geld is het belangrijkste geworden in het leven. En mensen worden gezien als machines. Idealen moeten ons weer regeren. Het is tijd voor een nieuwe visie. Een visie gebouwd op eerlijk delen, op duurzaamheid en op empathie. Dat is onze visie voor Nederland. Maar dat kan natuurlijk niet. Nee, het kan niet. Hoe vaak heb ik dat in mijn leven niet gehoord? Het kan niet. En als ik me bij al die keren had neergelegd, al die keren dat mensen zeiden dat kan niet, dan had ik hier vandaag niet gestaan. En het is een wijsheid van Gandhi. Hij heeft gezegd, eerst negeren ze je, dan lachen ze om je, dan vechten ze tegen je en dan win je. GroenLinks werd jarenlang genegeerd. Een schreeuw in de nacht waren we. We werden uitgelachen om onze opvattingen. Snotneus. We worden aangevallen in deze campagne door onze tegenstanders en onze bondgenoten. En laat ik jullie dit zeggen. Volgende week gaan we winnen. En wij gaan winnen. Wij gaan winnen omdat we ons niet neerleggen bij de status quo. Omdat wij ons niet laten vertellen dat iets niet kan. We worden aangevallen op onze ambities. Kom maar op, zou ik willen zeggen. Want onze tegenstanders en bondgenoten pikken zomaar wat uit wat wij vinden. En doen hun uiterste best om ons programma vooral niet te begrijpen. Maar als zij kiezen voor de aanval, kiezen wij voor de verandering. Want het probleem is niet dat wij te veel willen. Het probleem is dat al die traditionele partijen veel te weinig willen. Wij zijn niet bang voor grootse plannen. En in woord geven ze ons allemaal gelijk. Verandering is nodig, maar de daad bij het woord voegen, ho maar. En dat is precies wat GroenLinks anders maakt. Wij laten ons niet vertellen dat het niet kan. Wij laten ons niet vertellen dat we kolencentrales niet kunnen sluiten. Wij laten ons niet vertellen dat de gaskraan in Groningen niet dicht kan. Wij laten ons niet vertellen dat het eigen risico niet zo kan verminderen. En we laten ons niet vertellen door andere politici dat het allemaal niet kan. Want als ze dat doen, dan is er iets mis met de politiek. En als de politiek zegt dat wij Nederland niet kunnen veranderen, dan veranderen wij de politiek. Wij zijn groen en links. Je had dat aan de naam kunnen zien. En daar zijn we trots op. Onze beweging laat zien dat het tijd is voor nieuwe progressieve politiek. Want onze ideeën zijn sterker dan de dogma's van de gevestigde orde. En onze passie is groter dan de behoudzucht van de status quo. En onze hoop op verandering is groter dan de angst om te falen. Want na 30 jaar economisme is verandering noodzakelijk. Als antwoord op de onzekerheid van mensen. Als antwoord op angst en haat. Omdat de rechte zorgen van mensen oplossingen verdienen. In plaats van zondebokken. En omdat de uitdagingen van de toekomst simpelweg niet kunnen wachten tot morgen. Ik wil jullie iets voorlezen. Afgelopen zondag was het debat in Carré. En daar vertelde ik iets over mijn eigen achtergrond en de berichten die ik krijg. Daar heb ik ontzettend veel indrukwekkende reacties op gehad. En één brief kreeg ik. Het was een brief echt met een datum erop, maar ik kreeg hem via de mail. Het was old school en new school tegelijk. En het was een brief van Romano. En die wil ik graag even een stukje uit voorlezen.
Ik ben een 20-jarige student HBO bedrijfseconomie. Ik ben geboren in Overijssel, waar ik nu nog steeds woon. Mijn vader was een vluchteling, een migrant. Hij kwam uit Macedonië, gevlucht voor de oorlog en het continue levensgevaar. Hij is overleden toen ik nog erg jong was. Ik ben volledig opgevoed door mijn Nederlandse moeder. Ik spreek met een Sallands accent. Ik ben niet gelovig, ik bedrijf sport en voel me volledig Nederlander. Wel heb ik zwart haar en ben ik getint. Enkel daarom schelden mensen mij wekelijks uit. Bijvoorbeeld wanneer ik naar huis fiets, na een dag college. En dit uitschelden blijft niet enkel bij ga terug naar je eigen land. De meest nare en kwetsende woorden krijg ik te horen. Van de meest verschrikkelijke ziektes tot uitingen als alle moslims moeten dood. En dan schrijft Romano, het uitschelden en het gediscrimineerd worden went op een gegeven moment. Ik denk er niet eens meer over na. Maar, beste politici, op het moment dat dit als normaal zou worden beschouwd, hebben wij als Nederlanders wel een groot probleem in onze samenleving. Vanmiddag sprak ik Romano. Ik wilde hem bellen na deze brief. Het greep me aan. En ik vertelde hem over vanavond en ik vertelde hem dat ik graag iets wilde voorlezen uit zijn brief. En hij was heel blij. Hij was blij dat ik met hem belde. Hij was blij dat hij gehoord werd. Dat ik kon bevestigen dat hij inderdaad een heel mooi Sallands accent had. Want wat hij wilde was gehoord worden. Wat hij wilde was dat dit niet langer normaal is in Nederland. En ik heb hem iets beloofd. Ik heb hem beloofd dat wij het nooit normaal zullen vinden dat mensen worden gediscrimineerd op basis van hoe ze eruit zien, hun afkomst, waar ze vandaan komen. En ik wil graag jullie vragen. Ik wil dat Romano vanavond weet dat hij is gehoord door ons. We moeten het Nederland waar we trots op kunnen zijn terugclaimen. Nederland is een land van vrijheid, van gelijkheid, van empathie. En hoe sommige politici de angst ook proberen te vergroten, of verdeeldheid proberen te verdiepen. Als er iets is dat ons als samenleving altijd vooruit heeft gebracht, als er iets is dat altijd overwint, dan is dat empathie. Het diepe besef dat we weten dat we bij elkaar horen en dat we het samen moeten doen. En kijk om je heen. Kijk om je heen, er is meer dat ons bindt dan dat ons verdeelt. We reiken elkaar de hand. We komen in beweging. En we staan hier vanavond met velen en we barsten van de energie. En altijd in de geschiedenis. Altijd is dat waar verandering begint. Het begint bij Laura, bij meester Bart, bij Jiggy J, bij Zoe en bij Romano. En bij steeds meer mensen die elkaar vinden en gaan samenwerken. Die zeggen, dit land dreigt de verkeerde kant op te gaan. Dit land dreigt uit elkaar te worden getrokken. Die zeggen, dat kunnen we niet laten gebeuren. Wij gaan dat veranderen. Die zeggen, wij gaan Nederland veranderen. VVD, het CDA en D66, ze denken dat zij als traditionele machtspartijen wel even gaan uitmaken wat er na 15 maart gaat gebeuren. De arrogantie van de macht, zou ik willen zeggen. Het is het vasthouden aan de status quo. Daar gaan wij niet in mee. Wij willen verandering. Daarom. Maak ons groot. En dan brengen wij de idealen terug in het hart van de politiek. Maak ons nog groter.
En dan krijgen wij de sleutel in handen voor de formatie van een nieuwe regering. En maken ons de grootste. En wij gaan regeren over links en zorgen dat Nederland voor het eerst sinds 40 jaar weer een links kabinet krijgt. En vrienden, dat is de keuze. Dat is de keuze waarvoor de kiezer op 15 maart staat. De keuze voor een nieuw progressief tijdperk. En we hebben nu een unieke kans. Een unieke kans om de koers van Nederland te veranderen. Want meer dan de helft van de kiezers zweeft nog. Het rechtse recept is uitgewerkt. Met de VVD stevend Mark Rutte af op een historische nederlaag. Historisch voor een zittende premier. En op 15 maart liggen deze vragen voor. Kiezen we voor het grijze midden of kiezen we voor groene vooruitgang? Kiezen we voor ongelijkheid of kiezen we voor eerlijk delen? Kiezen we voor meer van hetzelfde of kiezen we voor verandering? Vrienden, we hebben nog 6 dagen tot de verkiezingen. En ik wil vandaag een oproep doen aan iedereen in Nederland met een links hart. Laten we ons verenigen. Doe mee met onze beweging. Schaar je achter GroenLinks. Deze tijd is te belangrijk om aan rechts over te laten, zoals dat de afgelopen 20 jaar is gebeurd. We hebben een unieke kans. Een unieke kans dat de linkse partij de verkiezingen kan winnen en de grootste kan worden. En tegen iedereen met een links hart wil ik zeggen, laten we die kans grijpen. Samen gaan we alles uit de kast halen. Samen gaan we zoveel mogelijk kiezers naar de stembus krijgen. En samen gaan we meer doen dan we ooit hebben gedaan. En daarom heb ik maar 1 vraag aan jullie. Zijn jullie daar klaar voor? Nee. Zo makkelijk komen jullie niet meer vanaf. Dit is nog niet overtuigend. Zijn jullie daar echt klaar voor? Mooi. Ik ook, tot het diepst in iedere vezel die ik in me heb. En de komende 6 dagen zullen we niet slapen tot we iedereen overtuigd hebben op 15 maart GroenLinks te gaan stemmen. Dank jullie wel. Dank jullie.